toevallig die dag stond een artikel in de krant over Kaliningrad, hè? Het oude Koningsbergen van Kant. En wat in zijn tijd nog een bruisende, welvarende stad was. En hier in het artikel werd het de frontlinie van de nieuwe Koude Oorlog werd genoemd. En de Russen hebben daar een paar jaar geleden kernraketten gestationeerd. En de NAVO doet nu allemaal missies daar, ook Nederlandse soldaten, om de Russen af te schrikken. Nou, ik weet niet precies hoe dat in zijn werk gaat, hè? Russen afschrikken. Maar ja, sowieso hebben we nog geen Joint Strike Fighters. Misschien dat we nu met van die vliegtuigen vliegen met zo'n lint erachter, waar dan op staat dat ze elk moment geleverd kunnen worden. Nou, ik heb mijn hoge verwachtingen van de Joint Strike Fighter ook weer moeten bijstellen. Ik weet niet of mensen hebben gevolgd. Een tijdje terug waren er 2 testtoestellen overgevlogen uit Amerika. Nou, was ik toch een beetje teleurgesteld. Het begon al met vertraging. Ze hadden een uur vertraging. En ook de reden waarom. Tegenwind. Het zijn hypermoderne gevechtsvliegtuigen, natuurlijk. Als ik op de fiets zit en ik heb tegenwind, ja, dat is logisch. Ben ik een kwartiertje later. Ja, ik bedoel, ik ben beperkt. Ben ik tot mijn menselijke fysieke kracht. Ik ben niet aerodynamisch. Ik heb fietstassen. Ja? Maar een hypermodern gevechtsvliegtuig met een motor die een kracht heeft, ik heb het opgezocht, van 190 kilonewton. Ja, ik weet niet of je enig idee hebt hoeveel paardenkracht het is. Nou, als je het weet, laat me achteraf. Alsjeblieft, even weten. Ik heb heel lang gezocht. Ik kon er niet achter komen. Ik heb zelfs nog een vriend van me gebeld die er verstand van heeft. Want die werkt bij een manege. Maar zelfs hij weet het niet. Dat was de eerste reden dat ik teleurgesteld was. Tegenwind. Nou, de tweede reden dat ik teleurgesteld was, is dat ik las dat de Joint Strike Fighter, die heeft geen bliksemafleider. Dat heeft hij niet, want het zou te zwaar worden. Dus nu moet hij elke keer 30 kilometer uit de buurt van een onweersbui blijven. Daar hebben we 4,5 miljard voor betaald. Op een van de mietjesvliegtuigen wat alleen kan vliegen als het zonnetje schijnt en de wind in de rug heeft. Ik zou nog meer vertellen. Weet je wat de officiële naam is van de Joint Strike Fighter? Dat is de F-35 Lightning. Ongelooflijk.